Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Welkom bij Leo Middelzee Cambuur TV. Cambuur is geen koploper meer van de keukenkampioendivisie, iets wat toch al een beetje apart voelt. Wekenlang stonden de Leeuwarders bovenaan. Cambuur is 2020 erg slecht begonnen met een thuisnederlaag tegen Volendam en vorige week in Os ging het ook mis. Robert Muren miste veel kansen in die wedstrijd en had duidelijk zijn dag niet. De spits had daardoor ook een lastig weekend. Ja, nou ja, je behaalt natuurlijk wel even, vooral het weekend is dan even shit, maar goed. Maandag moet je weer frisse moed moet je er weer staan. Dus hebben we gedaan. En een goede trainingsweek gehad. Dus ja, knallen morgen. Nou kreeg Henk de vraag van moest hij jullie ook aanpakken voor wat betreft de wedstrijd. Maar hij zei, jullie zijn in principe zelf kritisch genoeg om in te zien dat het beter moet. Ja, nou ja, daar heb je denk ik gelijk in. En, ik denk dat iedereen... Ja, gezien heb dat we die wedstrijd eigenlijk hadden moeten winnen. En, ja, tot er te veel persoonlijke fouten gemaakt zijn. Of het nou door de aanvallers of door de verdedigers zijn, dat maakt niet uit. Dus ja, dat weten wij heel goed. En ja, dan is het aan ons om morgen te laten zien dat we, ja, dat we een goede mentaliteit hebben om die wedstrijd te winnen. Want hoe fijn is het dat je nu weer in eigen huishoek aan mag treden? Haal je daar extra kracht uit? Ja, dat is natuurlijk sowieso altijd mooi. Hè. Volle bak altijd en goede sfeer. Dus ik hoop dat ze ons morgen ook gewoon net even dat beetje extra steunen. En ja, dan moet het goed komen. Voor wat betreft doelpunten heb je tegen Jong Utrecht in ieder geval alleen gemaakt vorige keer. Toch was dat een lastige wedstrijd, weet ik nog. Hè. Wat verwacht jij er morgen van? Ik weet nog wel, bij Jong Utrecht was een verschrikkelijk veld, een klein veld. Daar hadden we heel veel moeite om ons spel te spelen. Dat zal morgen anders zijn. Als je deze mat ziet, dan gaat dat stukken makkelijker. Voor de rest weet ik niet hoe ze gaan spelen. Of ze misschien hetzelfde doen als de vorige tegenstanders. En, ja, dat zien we allemaal wel. Wij moeten gewoon even één tandje extra geven. Die duels weer spelen. En, ja, die kansen die creëren we sowieso wel. Nu moeten ze er nog in. En daar sta jij voor? Daar ben ik weer voor opgelapt deze week. Dus daar gaan we weer voor. Fouten maken is menselijk en elke ploeg zit wel eens in een mindere fase van de competitie. Weet oefenmeester Henk de Jong ook maar al te goed. Gisteren naar Ibiza-Barcelona gekeken. Hè? Barcelona kan toch harder voetballen. Maar er werd 1-2 in de laatste seconde, 94 minuten. Maar ieder team heeft moeilijke periodes in het seizoen. Nou, als wij dat nu ook even hebben, gefeliciteerd, normale mensen. Maar het is wel, hoe gaan we daarmee om? En wat doen we eraan? Nou, en ik moet zeggen, daar heb ik geen enkele klacht in. Van niemand niet, van mijn staf niet, van de spelers niet. Dus dat gaat gewoon weer draaien. En ik hoop dat het morgen is. Ja, je noemt dus dat ze zelf kritisch zijn. Kan dat op termijn ook een kracht van deze ploeg worden? Dat ze elkaar kunnen opheppen wat dat betreft? Ja, maar dat doen ze. Dat doen ze. Er is een zeer goede groep jongens bij elkaar. Of je nou de jongens die even niet spelen of de basis. Rechtuit naar elkaar, passen goed op elkaar. Ja, ze zijn ook direct naar elkaar. En dat is mooi. Hè? We hebben ook de beelden in kleine groepjes gedaan. Ja, dan wordt er gewoon echt gepraat over voetbal en op de juiste manier en waar we dingen anders kunnen doen. En dan ook vanuit de groep laten we dat, hè, want anders vertel je alleen maar zelf. Hè. Nou, dat zijn zeer interessante dingen. En daarna op veld en trainen. En, ja, we hebben wat extra trainingjes gedaan, stiekem. Hè, dat is ook wel leuk. Maar dat zijn mooie dingen, man. Dan komt Jong Utrecht hier in eigen huis ook. Haal je daar ook extra kracht uit nu, juist dat we in eigen huis ook weer spelen? Ja, nee, maar we hebben de steun nodig van onze mensen. En we proberen iedere wedstrijd alles eruit te halen wat erin zit. We proberen de mensen te vermaken. Het wordt ook zeer gewaardeerd. En gelukkig kijken ze niet alleen naar resultaten. En dat hebben we ook afgesproken. Hè. We spelen volop aanval. Er staan de mensen erachter. En dat gaat ook wel eens fout. Nou, natuurlijk, als je een keer verliest, zijn de mensen ook kritisch. En dat hoort bij voetbal. Dat is ook mooi aan Cambuur, man. Kom op. Maar we zijn ook weer reëel. Hè. En vrijdag staan we er weer achter. Maar dat hebben we ook nodig. Wij hebben hier de steun nodig van... Zeker met onze ploeg, dat weet ik. We hebben de steun nodig van onze supporters, van iedereen die maar wat met ons te maken heeft. Nou, en dan komen we samen een heel eind.
Dit was het Cambuur TV bij Leo Middelzee voor deze week. Volgende week speelt Cambuur in de Goffert bij NEC uit. Maar eerst morgenavond, vrijdagavond dus, de thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht. Waar Cambuur zich wil revancheren en de eerste 3 punten van 2020 wil gaan pakken. Live verslag zal worden gedaan op de radio, onder andere door mezelf, Tom Westerveen en Yannick Mason. Tot morgen.